Zo gevaarlijk als de Maas- en Waalweg kan zijn voor automobilisten, zo gevaarlijk kunnen dijkwegen zijn voor fietsers. Driekwart van de fietsers komt regelmatig in de problemen op de dijk. Dat komt door een deel door auto's en grotere voertuigen, maar er zijn ook andere factoren die ervoor zorgen dat het niet altijd veilig is op de dijk. Ik moet allerlei naaktslakken ontwijken. Dan weet je niet precies wat er achter je zit. Dus daarnet moest een brommer even voor mij weer uitwijken. Ja, slakken, dat is echt iets van nu. Dus dat zijn hele bijzondere gelegenheden. En zo heb je ieder moment van het jaar wat anders. Auto's rijden snel. En wat gebeurt er dan? Potsen bijvoorbeeld. Loopt het wel eens dat je denkt, dit liep maar net goed af? Ja, soms komen de huurrijders heel dichtbij rijden of zo. Ja. Of auto's, heel erg dichtbij langs je. Wat gebeurt er dan als er veel fietsers en auto's zijn? Dan kan je er bijna niet langs. Ja. En wordt het dan wel eens gevaarlijk? Ja. Beschrijf eens, hoe gaat dat dan? Dan willen er fietsers of auto's tegelijk langs elkaar en dan val je bijna. Wat voor gevaarlijke situaties laten mensen jullie weten die ze tegenkomen? Nou, bijvoorbeeld dat ze rustig aan het fietsen zijn, een beetje moeten uitwijken voor een inhalende auto, de berm in gaan en vervolgens de dijk af donderen of kukelen. Die zijn we vaak tegengekomen, de brandnetels wel of niet in, dat soort dingen. Ja. Nou, in Gelderland zie je dat net iets meer dan landelijk gemiddeld e-bikers over de dijken gaan, een paar procent meer. En dat die ook net een paar procent meer onveilige situaties zien. In de weekenden is het echt drama met vooral wielrenners. Ja. Wat doen die, wat kom je tegen? Die rijden heel hard, komen gewoon de bochten omvliegen, roepen je na en niet positief. Dus dat is echt heel vervelend. Ook fietsen gaan steeds sneller in het verkeer. En dat leidt soms tot gevaarlijke situaties. Je merkt soms dat er mensen niet echt ervaring hebben met het rijden op een dijk. Dus je moet echt met elkaar rekening houden.